Deze beschouwing over zeggenschap, verantwoordelijkheid, slavernij, heerschappij. En dan deel nummer 2. Er staat zo in het boek Openbaring. Christus komt terug en met een ijzeren staaf is hij rem, 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 rem. En wat er overblijft, dat is dan goed. Ja, zoiets denk ik ook. Wat die mensen die ons de baas spelen, en laten wij het eerlijk toegeven dat ze ons de baas spelen. Met die gekke verhalen. Van 11 september 2001. En dan weer Harry Potter. En alles kan. En dat is onze werkelijke slavernij. Is dat wat dat soort bullcrap geloven. En dat maakt ons slaaf. Want wij hebben geen zeggenschap over die bullcrap. Maar die bullcrap die geeft ons wel verantwoordelijkheid. Dus die bullcrap van 9-11, 11 september. Dan worden wij plotseling verantwoordelijk om onze, in mijn geval, mijn bril voor alle zekerheid te laten scannen op explosieven. Ja, ja. En even later zat ik in een cel van de marechaussee. En bij de marechaussee werken hele vriendelijke, aardige, prima mensen. Die zijn heel gehoorzaam. En die vragen ook dingen. En die geven je keuzes. U mag dit, u mag dat. Heel, ja, prima tuig. En zo is de wereld. De wereld is niet wat jij denkt. Jij kijkt naar de tv en je denkt, oh nee, dat kan niet. Het is een schandaal. Ja, maar dat is de wereld niet. De wereld is om je heen en in je heen. Dat is een gevoel. Dat is een gevoel dat heeft alles te maken met medelijden. Mijn dochter heb ik een meedogenloos cadeau gegeven. Als een knuppel. Met een boodschap erin. Er zit ook een ring. Ik had er een foto van moeten maken, maar die foto die ziet er niet zo mooi uit als ik je nu vertel hoe die in elkaar zit. Het was een stukje hout wat ik aangeschaft had voor dat fantastische bed wat ze ooit wou. En dat had ik nog over. En dat heb ik slordig door midden gezaagd. Slordig. Met opzet. En dan nog als zaagsel eraf. Dan heb je 2 stukjes hout. Slordig gezaagd. Nou, en dan moest er in het onderste stuk een gat komen. En hoe doen we dat? Want ik heb geen. Ik heb helemaal niks van dat soort dingen in huis. Maar ik heb wel een werkbank. Daar staan mijn computers op. Oh, meuk, wat ik maar heb.
En daar twee lange schroeven, dat had ik zo uitgemeten. Dus, ja, oké, dan boor je gaten in dat ding en dan die lange schroeven er doorheen. Het gaat erom die kinderen voor de gek te houden. Hè? Dat is helemaal... Denken we, oh nee. Moet je blijven doen. Dat blijft je kind, snap je? Die kaart er wel voor de kit, ja. Voor de kut, voor de anus, voor de... Dus aan alle kanten, wat denken we nou? Hey, wij zijn vrij. Ja? Wij zijn vrij in het uiten van waarheid. Met gewoon hoe het was. Ja? Dus ik heb dus dat stukje hout van haar bit. Wat een mislukt project, want ze wilde iets anders dan wat papa voorstelde. En zei, hey, ik wil springtouwdingen zitten. Een soort prinses op de ert. Maar ik had nog geld. En dan denk je, ja, zo'n meisje. Nou, uiteindelijk is ze daar met haar... Ja, ook dat nog. Ze heeft 1 proefligging gedaan. En toen is de hele boel in elkaar gesodemieterd. Ja, niet luisteren naar papa en je eigen ding willen. En ja, papa heeft maar zoveel in zijn portemonnee. En geen gekke dingen. En die man van de Hubo, de houthandel Utrechtse bouwondernemingen, die had niet goed geadviseerd. Dus wel een vriendelijke man. Maar die had iets, misschien iets meer gevoel moeten hebben. Voor het aantal kilo's en dat soort dingen. Anyway, dat hele bed is in elkaar gestort en daar hou je hout van over en dat gooi ik niet weg. Maar wat moet je ermee? En nou, een verjaardagscadeau van mijn dochter. En trouwens, ik was al bezig geweest. Ik had er al stukjes van gezaagd. Daar had ik mijn fantastische serverruimte gedacht. En als je bij mij binnenkomt, gelijk rechts, zat de Elektra. Dus niet gooien met water in die buurt, AUB. Nou, proberen een bouwsel te maken dat er nog een laptop in kon, maar dat vind ik eigenlijk niet. Of misschien toch wel, maar ik weet het even niet meer. Nou, is een stukje hout over. Nou, dat is een mooie knuppel. Want ik had nog 2 dingen aan haar woordelijk door te geven. Of 4 zijn het er eigenlijk. Het zijn 2 kleine briefjes. Dat is poisonous. En zij heeft mij beloofd. Ze keek me in de ogen toen ik haar uitlegde. Als je die briefjes, die lees je 1 keer. En dan moet de hens erin. En daarom ziet die knuppel eruit als een lucifer. Oh man. En een leuke dance track erbij. Dat is Nina 2020. Punt. Perry. 7. Punt. NL. Ze tijdelijk zonder wachtwoord. Dat je het weet. Als ik te veel downloads krijg, dan. Of uploads, weet het. Van mijn kant is het uploaden. Ik wil wel het aantal uploads in de gaten houden. Anders kan ik gezeik krijgen met de auteursrechtenindustrie. En dan krijg je serieus. Nee, dat kan ik even niet trekken. Dat is wel alleen maar voor familie en ingewijden. Want ja, jij luistert hier naar over verantwoordelijkheid en zeggenschap. Slavernij en heerschappij. En ik zeg je, onze vader heerst. En wij zijn zijn kinderen.
Snap je? De wil, de logische wil, is gelijk een goede vader. Een vader die wel goed voor je had gezorgd. Dat idee had jij en je vader was niet zo, of teleurstelling in je vader. Dat idee van die vader die er wel was. En die vader, dat is de wil. Als je dat voelt, dat jij begrepen wordt, als je dat voelt, hè? Ja. Dat is ook zo mooi over die Maria-verering, hè? In het kader van zeggenschap, verantwoordelijkheid, slavernij en heerschappij. Die Maria-verering, dat is een materialisatie van de Heilige Geest. Ja, ja. Daar hebben die gozers over nagedacht. Die lui die zijn niet gek. Die schuiven daar een vrouwtje in. Oh, het vrouwtje zorgt voor jou. Oh ja, de Heilige Geest is een vrouwtje. Nee, de Heilige Geest is helemaal geen vrouwtje. Kom in erbij. Je hebt God de Vader. Je hebt Christus de Zoon. De Messias, de Gezalfde, de Zoon. En dan krijg je de kaboom. En dat is de Heilige Geest. Dat iedereen uiteindelijk een keertje verstandig wordt. En om mekaar geeft. Noodzakelijk. Want anders ben je af. En die belofte van Christus, hè, van zelfs al je haren zijn geteld. Ja, die kant gaan we op. Formeel gesproken. En niet dat al je haren een serienummer krijgen. Moet ieder haartje, moet een chippie of zo. En welk haartje was dit? En waar is het? Wanneer is het haartje? Geboorte tijdstippen van haren gaat vastleggen. Nee. Maar wel alle foto's die gemaakt worden van kinderen. Alles. Van elk mens dienen wij te kunnen zien hoe de kinderfoto's eruit zagen. En alleen de allerbeste. Niet die met vage, die hoeven, tenzij. Maar gecommitteerde foto's. Foto's die beoordeeld zijn als goede, mooie foto's. I like it. En dat soort foto's. Foto's met bekijk. Dus we kijken alleen maar naar hoeveel foto's van jou, van al die foto's die van je hebben, hoe vaak is er naar gekeken. En naar die kant gaan we op. En dan weten wij wie er allemaal keken naar jouw babyfoto's. En dat geeft weer een patroon. En dan kunnen wij iets voor je doen. Momenteel zit ik te kijken naar babyfoto's, kleuterpeuter, de kindjes 1 of zo. En die kijk zo terug. Mama, waarom doe je mij dit aan? Een klik.
En dan op Facebook. Maar ik zie het. Ja, maar ik zie dat. Hè? Maar ons niet. Hè? Niet formeel gesproken. Ja, ons wel. De grote ons. Dat is de ons die ons maakt. De ons die ons is. Dat wij zijn gelijkenis zijn. Dat ons ben ons. De eenheidsmens, de homo. Verschillen, dat moet het geven om een eenheid te zijn. Oh, jij bent een neger. Oh, wat leuk. Ja, ik ben blind. Ik kan niet zien. Maar oh, jij bent neger? Oh, leuk. Ik heb net gesproken met iemand en die kwam uit China. Dat was ook heel aangenaam. U bent neger. Ja. En bevalt het als neger? Ja, ik ben blind, dus ik weet het verder niet, maar... Snap je? Je moet slaaf zijn van het gebeuren. Slave to the rhythm. And keep on dancing. In je hoofd. Een explodeer van tijd tot tijd... Even kijken, niet te veel burgerslachtoffers en zo. Hè. Maar af en toe een keertje boom doen. Hè. Dat lijkt me erg noodzakelijk. Als zijn het maar waarschuwingsschoten. En dat die lui een beetje voorbereid worden. Van, hé, maar dat is heel gek, zeg. Af en toe doen we daar een beetje boem. Daar een beetje boem. Waar moeten we ons op richten? Oh, we zijn in paniek. Oh, dat wil even die. En dan raken ze helemaal in paniek, hè? Want dan weten ze niet meer waar ze het op moeten richten. Moeten we nou de antisemieten hebben? Of de jodenhaters? Want dat is ook weer verschillend, hè? Of moeten we nou de neonazies hebben? Of die cocaïnehandel? Wie moeten we pakken? Want overal doet het boem. Dat wordt hem, hoor. Oh, ik hoop dat ik oud word. Ik wil wel 90 worden. Ja, 97, zeg ik. Auwmee. Heb ik zo'n heel oud lichaam? Dat lijkt me ook wel leuk. Hey. Ja, als ik nog wat kan werken. Ik wil wel werken. Ik wil niet stoppen met werken. Werken is het meeste werkverslaving. Dat is de basis van de slavernij. Ieder mens wil werken en dan krijg je dan gratis. Dan mag je gratis werken. Oh, wil je werken? Nou, je kan bij ons komen werken. Dat is helemaal gratis. Dan krijg je alles vergoed. Ja, dan zit je maar een beetje... Ja, dat we nou eerlijk zijn. Wat voor een goeds heeft deze wereld voortgebracht? Naar jouw mening, hè? Wat vind je nou echt goed aan deze wereld? En ga niet beginnen over het protestantisme, want er is een koe niet zo bont of er zit wel een vlekje aan. Wat is er nou goed? In jouw oordeel. En wat ik ook vind, is dat je niet moet mopperen. En wat ik ook vind, is dat als je in een mopperbui bent, is dat je dan dat kenbaar maakt. En dan begin je met mopperen. En dan ben je al... Ja, dat kan je hebben.
Dus je moet het mopperen niet onderdrukken. We moeten mensen in onze omgeving wel laten mopperen en we moeten goed luisteren naar waar ze over mopperen. Dat heet aanwezigheid. Da-sein. Op het Duits. Aanwezigheid. Je bent pas op een feest als je er bent geweest. Je moet er wel zijn. Dat het leven een feest is, hè? Dat snappen veel mensen niet. Ze begrijpen er echt geen donder van. Ik denk nu aan de vader van mijn moeder. En die had een baan gekregen in Australië. En hij ging terug naar Bovenkerk. En op de Dominee Poels Laan, 47, 49, daar kwam hij binnen. En zijn vrouw, die werd net haar haar gedaan door Jacqueline. En die had kappers-eczeem, maar die had daar wel last van. Ja, al die vrouwen insmeren met die chemicaliën en dan doe je in je eigen huid dan. Dat haar, dat ziet er wel leuk uit, maar ja, je handen gaan er wel van aan de kloten. En die gozer, die komt binnenlopen. Dus mijn opa van moederskant. En die ziet dat zijn vrouw bezig is om gedaan te worden door de kapster. En ik denk, ja, dan ben ik helemaal uit Australië hier naartoe gekomen. En dan zit mevrouw met de kapster. En ben ik daarvoor naar huis gekomen. Dus hij vroeg, is er biefstuk in huis? Nee, dat was er niet. Oh, zei hij, nou, dat maakt niet uit, dan ga ik naar de kroeg. En weg was die. Die vrouw die zei later tegen mij, dus mijn oma, dat ze blij was dat hij dood was. Maar dat helpt ook niet. Zij krijgt darmkanker. 63 geworden. Ik wil ouder worden dan 63. Maar ik denk, even over slavernij en zo, maar ik denk dat ik jullie niet binnenkort in de steek kan laten. Het lijkt mij niet nodig. Maar ik kost jullie helemaal niks. Zie, ik beur een beetje zorgtoeslag en huurtoeslag. En trouwens, die heb ik laatst niet binnengekregen. Dat is een nieuwe wetgeving of zo. Nog minder. Ja, wat maakt mij eruit? Snap je? Wat maakt jou het uit? Niet boos worden, niet protesteren, niet tegen ingaan. En was ik alweer. Ja, laat maar gaan. Als jij aan het einde van de rit maar niks fout blijkt te hebben gedaan. Want dan ben je de lul.
Ja, dat leer ik van mijn werk, hè, met dat schoonmaken. Je moet binnenkomen en inspecteren. Het inspecteren is het eerste. En dan langzaam in beweging komen. En dan als een walvis er doorheen. Een bewegelijke walvis die van alles kan. Dat is het leven, denk ik. En waarom zou je walvissen eten? Krabben, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Die zijn makkelijk te vangen. Maar walvissen? Of dolfijnen, die eet je toch ook niet? Je gaat toch geen dolfijn eten? Of haai? Laat die beesten met rust. Ja, even over de vrijheid. Hè? Even los van het dogma van zeggenschap en verantwoordelijkheid. Kijk, een mens die een slaaf is, als die beseft dat hij een slaaf is, is die mens vrij. Het enige wat je hoeft te beseffen is dat je een slaaf bent van die wereld. Met je burgerservice nummer. En dat vind jij leuk. Jeuk is leuk, pijn is fijn en bloed moet. En wat moest je ook alweer doen? Lekkere pauze, vind je niet? Dat ik je er ook zelf over kan nadenken. En dat je beseft dat iemand als Osho, dat die overdreven het wel heel erg. Met eigen communes en zo. Osho had een punt met dat. Als dat seksuele energie ook een ding op zichzelf is. En dat moet je niet blokkeren. Je moet helemaal niks blokkeren. Osho zijn hoofdboodschap was: blokkeer je woede niet. Geen grenzen. Er zijn geen grenzen. Aan wie jij bent. Iedereen denkt dat jij dan. Joh, dat was die ene vrouw, die ken ik wel, die had een hele mooie naam. En ja, die woonde daar en daar en er waren van die rode dakpannen. En dat was je helemaal niet. Misschien is het ergste wel dat je moet toegeven dat niemand jou ooit gekend heeft. Niemand wist waar. Jij moest maar. He? Geen zeggenschap, maar wel dingen moeten doen. Want als je niet doet, dan wordt iedereen boos. Je hebt wel verantwoordelijkheid, maar geen zeggenschap. Dat is je slavernij. En die heb je zeur niet zo. Maar dat is alleen maar slavernij aan wat iedereen leuk vindt. Jeffrey Epstein. Dat vinden mensen leuk. Mijn dochter vindt het ook wel. Oh, Jeffrey Epstein. Nou, dat kan niet hoor. Nee, ik vind het ook leuk. Dat wint haar op. Maar dat kan toch echt niet.
Dat is een mooie. Ik had mijn dochter te grazen. Ik heb haar een dance track gegeven. Ik doe hem nog een keer. Nina 2020. Punt. En Perry. 7. Dus ik wilde Perry. Punt. Maar dat ging niet meer. Dat was Perry Sport. Dus ik heb er een cijfertje achter gedaan. Ik had ook Perry 4 kunnen doen. Of Perry 3. Maar ik nam een gokje. Dus het Perry 7.nl. Een belachelijke website. En het is wel zo, als je dan gaat visiteren, dan gaat bij mij die HPI5 machine van Sissy House, wil ik ook even reclame voor maken. Sissy House is een beleefde winkelier met aandacht voor zijn cliëntele. Hij houdt rekening en ja, de deur is open. Wel een mondkapje tegenwoordig, maar kijk, voor dergelijke kwaliteit ga je nog een keer langs bij Sissy House. Die machine, keep it burning. Inloggen. Downloaden, uploaden. Van mij, ik moet uploaden. Ja? Maar jij moet downloaden. En dan kijken of het te dansen is. Het zou zomaar kunnen, hè? Dat we eerst moeten leren dansen. En dan leren we te vechten. Ja, misschien is het zo. Ik weet het ook niet. Nee, ik ben niet gek. Ik ben niet verdrietig. Ik ben niet teleurgesteld. Ik ben in essentio. Of quodam modo. Dat soort voorbehouden. Een vliegtuig. Met de nadruk op tuig. Dan denk je wat aan mij heb. Ja, wat is dat nou? Motivational speaking. Daar gaat het om, hè? Wat Emil Raterband. De bewondering, bewondering, bewondering. Ik vind het jammer dat ik nooit voor hem gewerkt heb. Het is echt spijtig. En ook nooit voor die Pim Fortuyn. Dat vond ik ook zo'n goede gozer. Maar die was gevaarlijk bezig. En dat heeft Pim Fortuyn zijn kop gekost. En die andere is Jomanda. Uit Tiel. Ook zo'n angstaanjagend persoon. Maar dat wil ik niet zijn. Ik hou niet van die... We are all together now. In the future sense of the Lord. Iets vind ik daar niet leuk aan. Ik werk nou voor die mensen die gehandicapt zijn. Nou. En dan doe ik wezenlijke dingen. Dan maak ik afspraken mee. En ik zeg tegen die ene gozer. Yeah, want hij heeft zo'n play. Hij is een van de rijkste. Hij heeft zijn eigen badkamer met eigen douche. Ja, dan moet wel die soepzooi moeten raten. Anders, ik heb het één keer heb ik het zelf gedaan, maar dan krijg ik gesodemieter mee, want meneer is 4-jarig of zo. Het
Het is al snel dat hij in de angst schiet. En als hij angstig wordt, dan ben je de lul, jongen. Oh. Dat vind ik niet erg, hoor. Dan gaat hij tegen mij lopen tetteren en ik alleen maar over bier. I am the walrus. Ja, ik ben er om schoon te maken, Mini, ja. En ik ben ontslagen. Dat moeten ze vooral doen. Een goede medewerker de laan uitsturen. Misschien moet ik een petitie openen. Als je wilt dat ik blijf, zet je handtekening. Een datum erbij. Een soort intekenlijst. Wat maakt het uit? Die lui zijn nog niet van mij af. Helemaal nooit niet. Want ik weet tegen wat ik vecht. Ik vecht niet tegen vlees en bloed. Ik vecht tegen overtuigingen. Tegen geloven. En dat is precies hetzelfde als dat wat Christus zei. En ik ben ouder dan hij. Ja. Na, 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 na. Ik ben wel precies hetzelfde. Wel op die maar Christus heeft ook niet alles goed gedaan. Er zat ook zo'n minpuntje aan. Overbodige toevoegingen. Het kan altijd korter, hè? En economisch zo. En dat vind ik. Dat is een gekke term eigenlijk. Ik vind. Hoezo? Heb je gevonden? Ik vind. Wat is vind? Dat hele woord moet je afschaffen. Ik heb dit gevonden. Wat bedoel je ermee? Zeg, dit lag op straat. Ik heb het meegenomen. Huh? Dat woord ik vind. Wat heb je gevonden dan? Gewoon ga even diep terug. Jij hebt altijd Nederlands gesproken, of niet? Of niet? Huh? Wat bedoelde je nou al die tijd toen jij zei, ik vind? Ja, als je jezelf niet uit kan lachen. Wat vond je dan? Wat vond jij ooit? En wat deed je toen? Toen je het vond? Ik ben nog nooit zo bang geweest toen ik heel klagelijk was over mijn bestaan en ik vond dat mij groot onrecht was aangedaan en ik was woest aan het schetsen in een HEMA schetsblok A5 formaat. En dat waren hele goedkope. En dan grote letters. En dan is dit en een pijl. Maar klopt het wel. En dan een volgende pagina. En dan klopt het wel. En dan heb ik. Ik was bezig met. Wat is het begin? De kip? Of het ei?
Hele lastige. Lastiger dan je denkt. En toen dacht ik, nou, dit moet het zijn. Dit moet het zijn. Je hebt metadata, je hebt data. En dat existeert, dat heeft een waarde als er een user is. Anders heeft het, er moet een user zijn die gebruik maakt van de data en de metadata. Als je alleen maar data hebt of alleen maar metadata, dan pleur je dat op een plakbord en dan mag iedereen het pakken. Hè? Maar voor de rest weet je dus niet wie het heeft. Hè? Je geeft wat data weg, je geeft wat metadata weg, gewoon een plakbord. Maar als je die combinatie hebt, dan heb je een informatiesysteem. En dan is daar de user. Ja, nu wordt die eng. Hè? Dus, want dit is waar. Het is niet mijn mening. Het is waar. Dit heb ik gevonden. Of vermoed. Hè? Ik denk, zou het zo zijn dat je altijd een user moet hebben als je de combinatie hebt van data en metadata? Dus als je alleen maar data hebt, maakt het niet uit. Als je alleen maar metadata hebt, maakt het niet uit. Wil je het hebben? Ik heb een kopietje. Ja. Maar als je die combinatie hebt van data en metadata, dan heb je een user. Oké. Ik was het eens met mezelf. Maar nu testen in de werkelijkheid. Klopt het? Het ei is primair. Je hebt de kip, je hebt het ei, je hebt de kip, je hebt een krokodil, je hebt een vogeltje. Je hebt het ei. En al die eieren zien er hetzelfde uit. Of niet? Maar wat eruit komt is allemaal anders. Het ei is primair. Natuurlijk. De vorm van het ei vind je ook terug in het zaad. Dat is ook een ei. Dat is allemaal eieren. Leuk hè, als je er zo over nadenkt. Hè? Dus met die de film The Alien. Ja. Dat is ook allemaal eieren. En dan ga je dat maar zo checken. Zeg maar. En denk ik, ja, als alles een onderscheid is. Als alles, le tout, hè, een onderscheid is. Ja, ik ben metadata. Ik ben een programma. En de wereld om me heen, dat is data. Voor mij, ja. Als psychopaat, hè? Ik zit alleen maar te kijken naar wat iedereen doet en dan zit ik zelf te processen. Ja, ik ben de voortplantende metadata. Ik proces alles wat ik maar binnenkrijg, dat proces ik. Hè? En ik denk, oké, dus ik ben metadata, ik processeer mijn omgeving, hè? En klopt het dan dat er een user is? Dat was een angstaanjagend moment. Vooral in combinatie met het feit dat ik aan het klagen was. Want mijn vrouw had mij verlaten. Alles ging fout. Ik ben goed van vertrouwen. En veroorzaak chaos. Dat hoort erbij. Gewoon brush up.
was heel angst aan, ja, het was heel, hoe heet dat, catharsis. Reinigend. Het was ook niet leuk. Niet iets wat ik nou... Nee, doe mij de Heilige Geest maar. Dat werkt beter. Ieder mens moet lekker afwachten wat er komt. En dat is Amsterdamse, wat er komt. We kompen nou. We krijgen we nou hier. Lekker afwachten. Lekker op zijn reet zitten. En doen waar je verantwoordelijk voor bent. Dus waar je zeggenschap over hebt. Alles waar je zeggenschap over hebt, dat moet je invullen met verantwoordelijkheid. Goed opletten. 2 + 2 = 5. Hè? Snap je die? Dat kan toch niet anders? Denk er even over na. Ja, dat gezeik met George Orwell. Huh? 1984. Oh, zo belangrijk werk. Dat is kinderspeelgoed. Plato was nog beter. Plato was nog beter. Of wat brutaler. Maar 1984 was ook behoorlijk brutaal. +2 = 5. Hoe moeilijk is het? Alles is een kwestie van afspraak. En jij moet je baard scheren. Of ik weet niet wat. Een fris overhemd aandoen. Ik weet niet wat je moet doen. Ik wil je ook helemaal niet aanmoedigen om iets te gaan doen. Ik wil dat je afwacht. Dat je wel die kriebelige oorsmeer uit je oor peutelt. En niet dat je via Banggood zo'n apparaatje gaat bestellen. Maar kan jij het even doen? Er zit allemaal oorsmeer in mijn oor. Kun jij het er even uit? Au, 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 au. Dat soort dingen dus niet. Ik hou op zich van SM, maar laten we het fatsoenlijk houden. En niet dat soort sadomasochisme. Ik wil ook niemand aanzetten tot het kijken van porno. Daar moet je echt voor in de stemming zijn. Het is normaal gesproken niet te aanschouwen. Erg slechte kwaliteit. De meeste domme. En dan degene die van een hele goede kwaliteit zijn. Die wil je nooit gezien hebben. Er staat voor eeuwig in je ziel ingestanst. Nee, kan dat ook. Ja, dat kan ook. Dat is vrijheid. Al dat benepen gedoe. Er is die leer der chakra's. Waarbij de Muladhara, dat is je eerste chakra, die hangt
onder je anus. En ik zeg nee, daar gaat het al fout. Je eerste chakra is je anus. De meeste mensen lopen in de rondte met hun anus dicht. Let er eens op. Iemand zegt tegen wat tegen jou en ik, oh, zegt u wat? Dan gaat gelijk die anus dicht. Je scheidapparaat. Nee, dat is leuk nieuws voor een slaaf. Dat je geen scheid hebt. In gevoel dan. Hè? Je anus gaat dus dicht. En ik weet ook dat het moeilijk is om die anus de hele tijd een beetje losjes te houden. Van, oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Holy Mother Christus, let it be. Ik kwam een keer een nachtkroeg binnen. En had die Turk, als Ali, die, iedereen kent hem, dus jij ook. Ali, die vond het dan een cool idee, maar hij zat er ook alleen maar. Het was een cocaïne whitewash, later opgerold door de gemeente. En de Koerden hadden ruzie met de Turken, of de Turken hadden ruzie met de Koerden via de gemeente. Dat kan ook. In elk geval, de politie kwam er langs en het is allemaal afgesloten. En dan kom ik daar binnen. En het was helemaal toegestroomd met jonge gozers. Ik was de enige blanke zo'n beetje. En op zo'n heel groot scherm stond zo'n meisje. En die zei tegen een andere meisje. Van, yo, mijn anus hangt helemaal naar buiten. Want ik heb gisteravond heb ik anale seks gehad. Dus ik heb een beetje flippy anus. Waarbij ik dan denk, meisje, waarom heb je dat nodig? Waarom heb je niet meer scheid? Moet je nou echt anaal gepakt worden? Maar het heeft zijn dingetje, hoor. Ik vind wel als voorwaarde daarbij, ja, het gaat over zeggenschap en verantwoordelijkheid en slavernij en heerschappij. Ja. En dan deel 2, ja, dat seksuele gebeuren. Want daar pakken ze ons op. Hè. Ja, die anus van jou. De hele tijd, je moet ook een beetje scheid hebben. Als je geen scheid hebt, dan krijg je dan gaat dus je anus boven je muladhara hangen. En waar hangt je muladhara? En daar moet je anus naartoe. En dan kan je wel laten oprekken in het kader van een MTV-uitzending. Dus allerlei mogelijkheden om je anus te laten oprekken. Je kan je anus oprekken in je kop. Qua gedachten. Een scheid hebben. Al die verplichtingen. Wat voor een verplichtingen? Ja, neem maar Greenpeace of zo. Ik werd laatst benaderd door een man en die zei, hallo, ik ben dakloos. Ik zeg, dat is een probleem. Daar moet je zo snel mogelijk mee ophouden. AU. Wat denk zo'n sukkel van niet? Mij een beetje lastig vallen als ik in die dagen was ik nog niet ontslagen en dan kom ik terug van mijn werk en dan gaat hij mij vragen om poen. Wie niet werkt, zal niet eten.
Kijk naar de vogelen des velds. Zij maaien niet, zij zaaien niet en bedelen niet om voedsel. Snap je? Ik vraag me nu af, heeft iemand ooit begrepen wat Christus zei toen hij zei, kijk naar de vogelen des velds? Misschien moet ik het nog een keer zeggen. Kijk er eens naar. Dan kan je heel goedkoop, kan je een pornobioscoop gaan beginnen en dan ga je vogelvoer strooien op je pedofiele balkonnetje. En dan strooi je de vogelvoer op en dan ga je stiekem zitten kijken naar die vogeltjes. Vind ik ook goed. Maar kijk er eens naar. En waarom bestaan roodborstjes al zo lang? Waarom? En waarom besta jij al zo lang? Waarom? Misschien is alles wel goed. Krek zoals het is. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Ja, precies. En daarna worden we wakker in de hemel. Huh? Bij de grote afrekening. Dan doe je best. Het schijnt zo te zijn, hè, dat de mensen die bij leven te weinig presteren, die gaan onmiddellijk terug. Jij lui sukkel. Dat is de verklaring van de theosofen voor het begrip overbevolking. Maar ja, er zijn zoveel slechte mensen. Iedereen wordt er teruggestuurd. Want doe het maar opnieuw, doe het maar opnieuw. En daarom hebben wij zoveel mensen hier op aarde. We hebben nog nooit zoveel gehad. Allemaal slechte dingen gedaan. Allemaal opnieuw teruggestuurd. Zo'n strafkamp. Ik vind het een goed uitgangspunt. Het leven als strafkamp. Boete doen. Atonement. Be one. En niet in een geloof. Dus, dat gaat niet. Een geloof in iets. Dat gaat niet. Dat is Satan. Ja, dat kan het weten. Dat is die andere kant. Niks om je zorgen over te maken, hoor. Serieus niet. Waar jij je zorgen over moet maken, is je eigen leven. En wie ken je eigenlijk? Voor wie beteken jij wat? Misschien is dat belangrijk. Misschien is dat belangrijker dan een gedachte. We zijn hier op elkaar, op de aarde, niet waar, om te helpen elkaar, niet waar? De vraag is hoe je helpt. Ik liep de kroeg uit met de moeder van Nina. En daar lag een dronken man op het trottoir.
En toen kreeg ik een discussie met de moeder van Nina. En zij zei, we moeten hem helpen. En ik zei, waarom? Als je hem wil helpen, dan vraag je om een telefoon en dan bel je de politie. Er ligt een man in beschonken toestand op het trottoir en dat is rommelig. Een rommelige man ligt hier en ik doe een klacht. Dan komt de politie gelijk. En die ruimen die man op. En wij hoeven dat niet te doen. Ik betaalde belasting in die dagen. Snap je de vrijheid? De gedachte. En snap je ook dat als je dat snapt, hè, en je komt een vrouw tegen en die snapt dat ook, hè, dat je dan krijg je. En dan komen de kinderen. Gewoon neuken voor kinderen. Als je dat aanneemt, als je dat begrijpt, wat ik bedoel, hè, als je dat bevat. Hè, en die vrouw bevat dat ook. Dan krijg je kinderen. Dat kan niet anders. En dan doe je ook zo dat je elkaar in de ogen kijkt. En dat je een datum afspreekt waarop je het gaat doen. En van tevoren doen we broei, 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 broei. Het huwelijksfeest heet dat. En dan na het huwelijksfeest ben je helemaal klaar. En dan zeg je, oké, let's do it. En dan van tevoren met anticonceptiemiddelen. Dat is... maar geen abortus. Hè? En ook geen pillen slikken. Dat is niet rein, hè? Geen pillen slikken, maar een condoom, dat. Ja, je moet me even fantaseren, maar niet de dingen. De dingen is zonder condoom en dat je helemaal vrij bent en dat album van Herman Brood, hè, van Spritz. Ze zijn Magnus Opus. Doopsucks. Doe, 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 doe. Doopsucks. Spritz. Over de zeggenschap en heerschappij en slavernij. Zeggenschap, verantwoordelijkheid. Ja, wees verantwoordelijk voor goede seks. Zorg voor goede seks. Niet zomaar toevallig in een steegje. Ja, ik weet ook niet gebeurd. Ja, iedereen laat er ook naar mijn hoofd bezwanger. Nee, goeie. Dat zou ik dus doen, hè. Ook voor mijn dochter. En je hebt geoefend, dus je kan het. Ja, je bent niet zwanger, mijn dochter is niet zwanger. Dus, nou, in die zin is geen maag meer, maar dat maakt niet uit. Maar ze kan het. Dat is handig. En dan een gozer vinden die ze vertrouwt. En dan van tevoren gewoon goed oefenen met condoom. En het huwelijksfeest is dat condoom, dat gaat eraf. En dan wordt het rampen met tampen. Maar dan eerst de goedkeuring van de familie. Seks gaat goed. Seks gaat helemaal goed. Lekker wimp de wimp. Eén grote trampoline. De seks gaat goed. En nu gaan we doorstoten. En dan gaat dat rubber gaat eraf. Dan is die gozer goed doorgespoten. Lijkt me wat.
Als gedachte, hè, van hoe wij wegkomen uit deze slavernij. En dan denk ik vooral aan het feest. Een leuk feest van tevoren. En rekening houden met iedereen. En dan ben je dood op. En dan gebeurt het ergens 's morgens vroeg. Met stinkende voeten. Dat lijkt mij wel een goede seks. Ja. Voor het eerst dan zonder rubber. En dan s'avonds nog, trouwens middags nog een keer. Je blijft het maar doen. Zonder rubber. Mag ik nog een keer? Dat de gozer zegt, ja man, ik sta net een eitje te bakken. En ik heb mijn kop die tert helemaal van. En nou nog een keer? Ja, je ziet er zo sexy uit. Met je huishoudschort en je blote billen. Een soort huwelijksreis. Oh, wat hebben jullie toen gedaan toen jullie getrouwd waren? Nou, we hebben eigenlijk alleen maar lopen neuken. Ja, en toen kregen we jullie en toen hebben we nog een tijdje doorgeneukt. En toen dachten we, nou, zoveel kinderen, waar we op neuken. Kijk, als je één keer goed hebt leren neuken, dan ben je goed aanwezig. Maar goed leren neuken. Dus mijn dochter mag alles doen wat ze wil. Als ze maar goed. Dat ze dat een beetje. Ja, de swing en. Het hebben geen kwaad. Het heeft geen kwaad. Als je van die ongeïngereden auto's hebt. Dat heeft ook zo zijn nadeel. Hè? Met die fabrieksfouten. Als je een ingereden auto hebt, dan zijn die fabrieksfouten eruit. En even schakelen, dan even monteur naar laten kijken. Ja, zo een beetje olie erbij en zo. En dan kan je jarenlang op rijden. Even over het wegvluchten uit die slavernij. Het gaat om vergeving. Vergiffenis. Zoals Mozes gedicteerd heeft. Ik ben de Heer, uw God. En ik leid u weg uit slavernij. Of wil je terug? Als je het lekker vindt. Dat moet je zelf weten. Mensen zijn gek genoeg om de meest idiote dingen te doen. Dat is bewezen. Dat is geen mening van mij. Dat is bewezen. Uit de empirie. En nu ben ik echt toe aan een slokje koffie. En dan morgen weer de grote strijd tegen mijn ontslag. En zoveel mogelijk poen daarvan beuren. Want ik heb cadeautjes op het oog. Dan moet ik wel geld hebben. Net als Elon Musk. Tot de volgende. Doei.